Hallo, ik zou niet meteen. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Oostkijp Road to Dragon Slayer. De vorige week ben ik hier gebleven en we zijn nu weer terug om te trainen. Ik heb ook nog eventjes een beetje, nou niet echt veel getraind, maar wel een klein beetje. Maar ik ga dus in ieder geval vandaag weer verder met waar ik gebleven ben. Zoals je kunt zien heb ik nog even heel wat eten aan mijn bank weten te vissen. Tja, we hebben toch nog behoorlijk wat eten. Dus dat scheelt ook best wel aardig. En dan ja, ik hoop dat ik vandaag in ieder geval één leveltje omhoog ga. Misschien twee, weet ik niet. Dat zie ik vanzelf wel. Ik denk niet dat deze aflevering heel lang wordt. Maar, nou ja. Ik ga er in ieder geval vanuit dat we in ieder geval één leveltje kunnen gaan halen. Mocht dat niet zo het geval zijn, dan helaas. Maar dan kan ik altijd nog wel een beetje verder trainen in mijn vrije tijd. Ik moet ook even bedenken of ik nog ergens anders een goede trainingsplek heb. Want ja, dit is ook wel efficiënt, maar of het de efficiëntste manier is, dat weet ik niet. Als je het toevallig weet, in de comments mogen jullie het daar wel in zetten. Zeg ik niet zeer goed. Nee, als jullie het weten, mogen jullie het wel in de comments zetten. Zo, dat is een betere zin. Ja, we zijn weer even die vleermuis aan het kapot maken. Dan de skeletten. Als ik het goed heb, ga ik bij level 50 de rune armor aan kunnen doen. Dat is eigenlijk ook een beetje dat ik tot ongeveer level 60 probeer te komen. Lijkt me wel dat verstandig. Volgens mij level 60 en dan lijkt het me wel prima. Boom. Die items die boeien me echt niet op het moment, gelukkig. Oh, ik doe gelijk een challenge. Nice. Wat ga ik doen? Misschien dat ik dan gewoon in de tussentijd ook nog wel eventjes een keer kan gaan koken en gaan vissen en zo. Of gewoon wat meer eten lijkt ook wel handig om te doen. Dus dat was wel een goede vorm ook. Ja, wat? Ik ga gewoon door totdat de challenge ongeveer klaar is, denk ik. Want dan krijg ik ook meestal wel een boost van XP van. Dus eigenlijk ook wel handig om te doen. Een klein beetje eten. Van het eten wat niet echt veel health geeft. Slaan. Slaan. Slaan dat tyfus in. Ik zit ook nog wel even te bedenken om misschien nog een keertje een video op mijn main account waarschijnlijk een keertje gaan doen. Maar ik zit nog een beetje te twijfelen waarover. Ja, er is op het moment niet veel wat ik doe op mijn main account. Ik zit nog wel even te denken van welke skill ik dan nou op 99 zou willen hebben. Maar ik kom er nog niet echt ver mee. Ja, zijn nauwelijks zo'n skills. En bijvoorbeeld als ik member ben, misschien dat ik dan eventjes voor 2 weken met die bolt eventjes kan gaan doen. Misschien is dat wel een idee, maar wat ik dan ga doen is waarschijnlijk de kerstvakantie, denk ik. Weet ik nog niet, moet ik even kijken. Wat er wel mee is. Deze.
bed gewoon kapot. Volgende bed. Oh, weer eentje minder. Weer die skeletten kapot maken. Toch wat XP. Geef me dat niet echt heel wat, maar hey, is het toch wel nodig. Hier weer een. Ik vind dat die giant best van behoorlijk een redelijke defense hebben. Hop. Nou, next. Zal ik er even een beetje healen, denk ik dan. Zou je die pie dish nog kunnen verkopen? Ja, dat kan ook nog. Misschien wel handig idee om dat te doen. Oh ja, daar is de volgende bed alweer. Op zich respawnen die ook nog best wel redelijk snel. Zo. Oh, jezus. Hoppa, Constitution level 36. Ik denk niet dat ik vandaag met de strength attack of defense level hoog ga, denk ik. Maar ja, dat zie ik dan wel weer. Oh, volgende. Zo, die steekt nog weer lek. Hoppakee. Dan zit toch nog even of wat minder vleermuis. Moet ik die skeletten weer kapot maken. En weer die giant bats. Die is maaien. Zo.
maakt dat wel heel makkelijk. Ik denk dat die laatste bed hier nog even neer gaan slaan en dan is het wel weer prima. Zo. Oké. Behalve ik ga nu deze aflevering afsluiten. In de tussentijd ga ik wel eventjes die challenge even completen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.